Hij gaat eigenlijk wilde champignons van ons plukken. Die gaat hij echt wel zoeken naar champignonnen. En is altijd weer een uitdaging. Dit is helemaal niks meer, hè? Nee, dat is stout. Ja, dat is veel stout. Die kan nog goed. Oké. Ja. Dat is reuzenzwaan. Reuzenzwaan. Maar die moeten zo zijn, dat zijn ze nog. En die pauwstoelen kan ik wel een mooi gerechtje mee maken. Altijd op basis van je champignons die je altijd moet ons zien. Als je mooie variëteiten altijd kunt vinden, is wel mooi die heksenbeleid. Het verandert eigenlijk ieder moment. Iedere keer is het een andere champignon en iedere keer krijg je meer dimensie, meer diepgang. Liefst eigenlijk dat gerecht verandert ieder seizoen, brengen we meer diepgang in. Diepgang in bedoel ik als we de champignon, de seppes wat we gebruikt hebben, die hebben wij gevacuumeerd in een olie van specerijen. Die hebben we eigenlijk geïnjecteerd met meerdere keren vacuumeren, wat u gezien heeft. Ik gebruik daarbij seppencrème, een mooie trompette de l'amour. Ik heb de slow escargot gebruikt. De slow escargot is eigenlijk gebruikt eigenlijk basis van groenten is. En een champignon is groente, het natuur, en daarom is dat zo speciaal. Het is niet eigenlijk een gerecht wat een naam heeft. Het is gewoon, wij zien alles in emotie en wij koken van ons als buikgevoel. Dus het is escargot, als mensen weten het belangrijkste items wat erin zitten en de rest moet je beleven en proeven.